Hoi, en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag heb ik weer een heel leuk bloemstukje voor jullie. Ik vroeg laatst wat jullie graag wilden zien. En er werd ook vaak aangegeven van iets voor een leuk cadeautje, een beetje een budget bloemstuk. Vandaag gaan we een mooi luxe bloemstukje maken, maar wat wel heel leuk is om cadeau te geven. En qua prijs ook heel erg leuk. Wil je het nu graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt er onder kopje cursuspakket in. Wees snel bij, want op is op. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. DIY pakket weggeven. Wil je nou kans maken op het DIY pakket wat ik vandaag maak? Laat dan hieronder in de reacties weten in welke kleur jij een volgend bloemstuk graag zou willen zien hier op YouTube. En wie weet komt die kleur dan binnenkort online en je doet gelijk mee met een winactie. Vergeet ook vooral niet even een duimpje omhoog te geven en je kan me natuurlijk ook volgen op Facebook of Instagram. Dan mis je niks als er een extra video online komt, want het is al geregeld. Een keer een extra videootje online komen. Hè? Goed, ik heb hier de Oase Violet schaal. Daar ga ik mee aan de slag. En heel mooi soort natuurlijk band. Daar gaan we ook mee aan de slag. Dus ik haal jullie even iets dichterbij. Dan kun je precies zien wat ik doe. Ik heb dus de Oase Violet schaal in dit mooie natuurlijke band. De Oase Violet schaal heb ik al in het water gegooid. Ik krijg altijd veel vragen hoe je dit kan. Omdat de houder er vast omheen zit. Je kan hem gewoon in het water doen en laat zichzelf volzuigen. Voordat je gaat lijmen, even de buitenzijde een beetje droog maken. En dan kan je er eigenlijk ook gewoon weer op lijmen. Ik doe dit met warme lijm. En allereerst rol ik die even om de buitenzijde. En als je hem dan helemaal omheen hebt, dan mag je hem verder naar boven rollen. En dan maken we een soort cilinder naar binnen. En dan het uiteinde zet ik eventjes zoals met een krammetje of een speldje wat je zelf makkelijk vindt. En dan ziet het er zo uit. Echt wel heel grappig. En daartussen gaan we bloemetjes steken. Ik gebruik mooie fijne bloemetjes. En die steek er mooi compact in. Let op dat je het goed schuin aansnijdt. Schattig is dit al. En ik laat dan de bloemen meelopen met de spiraal, zodat je die vorm er mooi in houdt. En ik vind het leuk om verschillende kleurtjes te gebruiken. Thank you.
Kijk hoe mooi dit lijkt. Heel erg mooi. Echt apart. Dan controleer ik nog eventjes of alles goed vast zit. En anders kan je het nog even extra vastzetten. Je kan eventueel het bloemstukje zo neerzetten. Want ja, dat is gewoon prima. Dat kan ook. Hij is al heel mooi afgewerkt. Dus je ziet niks van de ondergrond. En het is gewoon een heel mooi lief bloemstukje. Je kan hem ook eigenlijk op elk gewenste ondergrond weer neerzetten. Dus zeg je van ik wil er graag een schaal onder. Kan dat ook. Dit is bijvoorbeeld heel mooi met het contrast van het zwart-witte. En een paar steentjes eromheen. Die is daar trouwens ook los in onze webshop. Mocht je dat leuk vinden. Maar je kan natuurlijk elke schaal gebruiken die je mooi vindt. Want misschien heb je al een hele mooie schaal thuis. En denk je van daar wil ik hier wat leuks op maken. Hè? Dus ja. En zo hebben we echt een heel apart luxe bloemstukje. Echt een leuk cadeautje om te geven. Ook echt super leuk om te maken. Wil je dit nu graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je dit compleet als DIY pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt er onder kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op. En laat hieronder vooral weten welke kleur je in de volgende video zou willen zien. En dan doe je mee met de winactie en maak je hier nog eens kans op. Goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken en je ziet mij de volgende keer weer. Doei!